net zo niet heel veel beter zijn. Hè? Blijven betalen. Je pensioentje. Het is een hele gevaarlijke uitspraak die ik doe, want het is zeer beladen. Wir haben es nicht gewusst. Dat is behoorlijk beladen, ja. Ja, dat is behoorlijk beladen, maar het is wel waar. AD Productions. We hebben het niet gewusst. Censuur, strafkampen, gewelddadig, totalitair regime, sperrtijd, apartheid, medische experimenten, genocide. Enzovoort, enzovoort. Het was niet zo bedoeld. Zo bedoeld. We hebben het niet gewusst. Het was niet zo bedoeld. We hebben es niet gewusst. Het was niet zo bedoeld. We hebben es niet gewusst. Het was niet zo bedoeld. We hebben es niet gewusst. Mensen met een mening over Myanmar. Maar onze demo's zijn ook best vergelijkbaar. Domme plastic influencers vindt ze niks aan. Met hun sportschoolvideo's en gekochte lichaam. Doe het voor de maatschappij, niet voor een platenmaatschappij. Geen overheid, maar NGO's en wereldwijd beleid. Waar is het killer virus dan? Ik geloof er niks van. Medici gecensureerd, we moeten doen met tweejaagse charlatans. Nu hebben we allemaal Chinese griep en dragen een Chinees ding. Waar zijn de woke warriors nu? Want dat is toch culturele toe-eigening. En terug naar het virus, de staatsviroloog viert het. Waarom zit Ab Os trouwens nog op tv in plaats van een gevangenis? Melkor Fop, je denkt dat je deugt. Het symbool van het pedo-regime, ben je serieus? Ben je bang? Draag hem onder je kin, dat is een mooi begin. Maak het bespreekbaar, meeste mensen geloven dit verhaal lang niet meer. Ik zie het somber in, ben soms uitgeput. Maar de aanhouder wint, wij winnen deze strijd, punt. Ik zie het somber in, ben soms uitgeput. Maar de aanhouder wint, wij gaan deze strijd winnen. Het was niet zo bedoeld. Het was niet zo bedoeld. We hebben es niet gewusst. Het was niet zo bedoeld. We hebben es niet gewusst. En het probleem is, je hebt een wifi-verbinding. Je schuilt de hele dag wappies uit. Je bent je heel bewust. Waar ben je mee bezig? Schaam je. De wet is de wet, ook als een rechter anders acht. Net als de sperrtijd, hij is bang, die wordt aangepakt. En de smart cities, het nieuwe vernietigingskamp. Alles wordt van je afgepakt, je leven en bezit. Melkor is voor het volk dat voor tyrannen zwicht. Je zou meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Geen concentratiekampen, maar quarantainekampen. En waar bleven die mutanten? Variant. Die bleven in hun eigen landen. EU wilt, één ras, één leger. Damn. We hadden het kunnen weten, corona en holocaust. Vergelijken? Hoe durf je? Hitler had het niet gekund zonder instemming en hulp van brave burgers. Het had niet gekund zonder hulp en instemming van burgers. Mogen we de Tweede Wereldoorlog überhaupt nog wel erkennen? Want die strafkampen klinkt toch ook als een complot? Want dat doen overheden Big Pharma niet. En een dictatuur is een democratie.